Afgelopen augustus waren we met Expeditie Oost bij Joop Koers, een boer op Kampeneiland met een hele bijzondere hobby. Het maken van miniaturen, een schuur vol heeft hij, met allemaal gebouwen uit Kampen, dan wel IJsselmuiden. Maar we zijn terug, want Joop heeft nog een hobby. Wauw, meneer Koers, wat fantastisch! Dan zitten we op het pas. Dag. Dag, Joop Koers. Laat ik hem stikken. Maar een echte Porsche. Ja. Dat is best bijzonder, of niet? Ja, Porsche heeft ook trekkers gemaakt. En op dit moment worden ze niet meer gemaakt, maar vroeger ze. Ja. Hoeveel van deze zijn er nog? Nou, er zijn er nog wel wat. Ja? Jawel, jawel. Maar dit is de kleinste type. En dat is toch wel een gevraagd type. Wat was uw eerste trekker? Die. Want wanneer heb u deze gekocht? Ja, die is al bijna 30 jaar in bezit. Deze was van een oom van mij en die stopte. En toen heb ik die trekker gekocht. Maar kocht u deze omdat u er iets mee wilde qua functionaliteit of omdat u gewoon trekkerliefhebber bent? Ook. Ik maak ze technisch allemaal wel goed. Uitwendig is het zo goed. Maar ik werk er ook vaak mee. Dat wel. Het zijn geen museumstukken. Ja, tot vorig jaar had ik hier 1 hectare hobbyland. Ja. En dat bewerkte allemaal met de oude trekkers. Okay. En ik verbouwde oude gewassen. Ja, oh. Ja, onder andere spelt. Oh, echt? Ik heb ook alle machines ervoor. Ja. En dan bewerkt mij dat met de oude trekkers. Op dit moment is zo druk met bezoek, ik heb er geen tijd meer voor. Uw andere hobby, ja. Die miniaturen. Ja. En ik voor de boerderij heb ik andere trekkers. U hebt ook nog gewoon vee. Ja, ja. Wij hebben gewoon een boerderij. Ik melk nog alle dagen met veel plezier. Ja, maar u bent ook nog heel jong. Ja, nog maar 75. Daarom, dan kan dat ook. En wat is uw lievelingstrekker? Eigenlijk die. Deze? Ja, die is het oudste. Oh kijk, die moet je nog met de slinger. Dat moet met bloeddruk. Wat leuk. Ja. Maar loopt hij nog? Hij kan wel lopen. Maar dan moet hij heel hard slingen. Ja, en dat is een heel ritueel, want dan moet eerst nog een gloeispiraal in. Oh, en dan moet je aansteken met een aansteker. Maar hoe oud is deze? Deze is van 1941. Het is zo wijd hier. Ja. Ik kom uit Twente, dus ik ken bossen. Nee, wij niet. Jullie niet? Nee.